Ja, Sanne, je tweede wedstrijd. Welkom terug. En ja, wat voor wedstrijd, hè? Ja, wat voor wedstrijd. We verwachten eigenlijk mooi weer, want we hebben ingereden met in de zon en onder de wedstrijd gaat het regenen. Ik was denk ik toch al best slim, want ik zag dat het regende. Alleen dat, ik keek naar boven. Ik denk, het gaat nog meer regenen. Dus ik had mijn rino's gestoken, dus zijn grove profiel. Daar was ik wel blij mee, want dan heb je toch wel meer grip voor in jouw... in je voorwiel. Dus, maar uiteindelijk ging het lekker, alleen een hele slechte start had ik. Ja, je moest ook helemaal achteraan beginnen volgens mij, toch? Ja, omdat ik dus een jaar niet heb gereden, heb ik geen punten. En daardoor van achteren start. Ja, en hier rij je meteen een fuik in. En een meisje voor mij startte iets slechter, dus ik kon hem niet inhalen. Dus ik denk dat ik wel als 30ste het veld in reed. Ja. En dan begint jouw race. En bij de wisselpost zag ik de andere dames al heel stuk voor, naar voren rijden. Dus ja, dan weet je dat je echt heel hard moet fietsen om voorin te komen. Ja, ik weet niet of je bij de junioren hebt gekeken bij de start. Maar toen kleden ze inderdaad hieruit in die bocht. En dat bedoel je ook met die fuik, denk ik, hè? Ja, iedereen wil natuurlijk als eerste bij die bocht zijn. En dat is wat er natuurlijk gebeurt. En ja, het is meteen heel smal. En ja, voor als je achterin staat, heb je eigenlijk geen mogelijkheid om naar voren toe te rijden. Ja, je reed lang op de vierde plek, maar de gat dichter, dat was onmogelijk, hè? Nee, dat was onmogelijk. Kijk, ik kwam vanaf de 30ste plek en ik was al blij dat ik op die positie terecht kwam. En dat vond ik eigenlijk al hele prestatie op zich. En ik dacht al in mijn hoofd van ja, ik zou het wel eens willen zien als ik helemaal vooraan mag starten waar ik dan sta en hoe ik dan met die dames mee kan rijden. Want ik denk conditioneel gewoon goed ben. En het is nu puntjes verzamelen en hopen dat ik weer op de eerste rij mag gaan staan. Ja, je hebt voorheen tranen gehad van de pijn. In Gita had je tranen van geluk omdat je geen pijn had. En vandaag een hele grote glimlach. Dus ik neem aan dat je vandaag ook weer pijnvrij hebt gereden. Ja, weet je, natuurlijk, zo'n koersrijden is niet zonder pijn, maar met mijn blessurepijn gaat het goed mee. En ik rij gewoon hard en ik geniet ervan dat ik überhaupt weer kan fietsen pijnvrij. Dus ja, ik mag gewoon, ik ben gewoon heel super blij dat ik gewoon hier in Den Bosch, in ons Brabantse land, met zoveel fans hier mag knallen, dus dat is gaaf. Ja, een veldritwedstrijd in je achtertuin. De organisatie heeft grote ambities. Ze hebben een plan ingediend bij de UCI. Want ze willen volgend jaar opgenomen worden in de wereldbekercyclus. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het hartstikke mooi. En vooral ook gewoon dat het leuk is voor je fans. Dat die er gewoon om de hoek is. En dat ze kunnen komen aanmoedigen. En ja, je ziet gewoon dat de Nederlandse top zowel bij de mannen als bij de vrouwen gewoon goed bezig is. Dus ja, dan verdient Nederland ook een paar mooie wereldbekerwedstrijden en kampioenschappen. Dus daar zijn we alleen maar trots op. Ja, België heeft nu 3 bekerwedstrijden. Nederland 2. Dit wordt de derde. Het wordt dan wel een erg Nederlands-Belgisch spelletje. Ja, maar ik hoop gewoon dat in de toekomst ook Amerika wereldbekers gaan komen. En Amerika is gewoon het cross echt gewoon super groot. En daar wordt cross op een heel andere manier beleefd dan hier in Nederland. Dus ik hoop dat in de toekomst ook gewoon meer internationale wedstrijden in Amerika te vinden zijn. Ja, want nu is de nadruk niet meer zo op wereld. Hè? Het is vooral Nederland, België en de omringende landen. Ja. Dus westerse landen. Ja. En dat is wel jammer. Ik denk dat in veel sporten het geval is, zoals bij schaatsen. Dus ja, ik denk dat we daar nu ons niet druk over moeten maken. En als je bij ons de top ziet, meisjes uit Tsjechië, Duitsland, uit Frankrijk, Luxemburg. Ja, weet je, Amerika, Engeland. Nou ja, weet je, dan heb ik altijd al een heel aantal landen die ik op kan noemen. Er zijn meer landen. Meer sporten is dat zo het geval, volgens mij. Ja, dus volgend jaar wereldbeker hier in Den Bosch. Ja, we afgesproken. Oké, dankjewel. Hoi.